zijn terug. Ik ben heel even weg geweest, maar we zijn weer terug. Yay, gezellig. Goedemorgen, het is vrijdag, kerst is voorbij. Sarah voelt zich nu even goed, dus we gaan beginnen met... We leggen altijd de cadeautjes ergens mooi neer en dan maken we een foto met wat ze allemaal gekregen heeft. Ik kan hier zitten en mijn cadeautjes zo voor me zitten. Ja, om je heen leggen, dat vind ik een heel goed idee. Ja, dan gaan we ze ook mooi om je heen leggen. Dus dat gaan we even doen. Zo hebben we dus Sarah met de cadeautjes nu neergelegd. En ik zit te wachten totdat hij... En dan gaan we foto maken. Ik ga lekker boterham met kroket eten als lunch. En we zijn terug. Ik ben heel even weg geweest, maar we zijn weer terug. Yay, gezellig. We hebben de kerstdagen overleefd. Ja, echt hè? Even bijkomen. Ja, ik hou wel echt van de kerst. Ja. Het is echt heel leuk. Ik ook. Alleen van dit jaar uit. Ik hou ook van de kerst. Anders. Hou jij ook van de kerst? Natuurlijk. Alleen wel een beetje een zieke boeg deze kerst. Ja, ze ligt er ook... Zelf. Lekker bij. En ik was met Kaylee weer liedjes luisteren en we gaan even een spelletje spelen. En dan... Twister! Ja. Twister! Dan kan mama draaien. Oh, ik mag draaien. Jullie gaan twisteren dan bedoel je? Ja. Nou, we gaan wel even kijken. Mama vindt wel een leuk een spelletje mee te spelen. Ga maar in de kast kijken wat er allemaal is voor leuk. Ik ga twister spelen. Want jij kan dan ook helpen met het spel. Even te veel vuil op de stap. Oh, je bent zo goed vandaag. Bubblebox, ja, dan kunnen we wel eens kijken. Die heb ik gekregen van Sinterklaas, hè? Dan doen we zo. Wat is jouw favoriete boek? Harry Potter. Wij gaan deze spelen. En ik heb hem nog nooit gespeeld. Dus ik ben benieuwd. Bubblebox. Bubblebox. Wat zou jouw naam worden als je die zelf had mogen kiezen? Welke taal zou je opnieuw willen leren? Wat vind jij het allermooiste liedje? Wat is jouw lievelingseten? Wat is het stoutste dat je ooit hebt gedaan? Wie is de stomste persoon ter wereld? Waarmee heb jij voor het laatst iemand geholpen? Wat zou je het meest missen aan Nederland als je zou verhuizen naar een ander land? Heb je het liever te koud of te warm? Kaylee is naar huis gegaan en wij zijn onderweg naar mijn schoonmoeder. Ik heb mijn nieuwe jas ook aan en ik vind hem echt heel leuk. En hij is heel warm en ik wil zo graag een witte winterjas. Ik ben zo blij dat ik die gekregen heb. En kijk, Sarah. Disneyland. Maar ze hebben gesnoeid, dus je kan echt heel goed naar binnen kijken. Zie je dat? Cool, hè? Allemaal dino's. En we hebben nog kaartjes daarvoor. We hebben één kaart. Zodra mama beter loopt, nee, twee zelfs. Zodra mama beter loopt, gaan we dat doen. Ik moet zo lachen, Sarah zit net echt te kijken. We zitten hier echt in het dorp, we gaan nu naar huis. En die kerkklok gaat af. Maar ze had echt zoiets, wat is dat? Ga jij de auto in? Ga jij rijden? Nee. Nou, we zijn weer thuis. En deze dame blijft gewoon bij me liggen met een piepje. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Marco is even bij zijn vriend Marco. Ja, altijd zo makkelijk. Daar de kat aan het eten geven, dus ik ben heel even... Alleen beneden. En ik aan het knuffelen. En ik was ook muziek aan het luisteren. Maar ik had heel even 5 minuten geen zin om een liedje te horen. Omdat ik heel veel, echt heel veel muziek af luister. Soms is het ook gewoon lekker om even niet te doen. En gewoon te knuffelen. En ik was wel een boodschappenlijst aan het maken. Marco gaat nog morgen de boodschappen doen. Ik hoop wel dat ik het binnenkort gewoon weer... Normaal zelf kan, want ik vind het nooit vervelend om de boodschappen te doen. Dat is eigenlijk altijd best wel leuk op zich. Zou jij ook leuk vinden, hè? Ja, vroeger was het wel grappig. Toen zij kitten was, ze hadden een tuigje voor haar. En daar ging ze heel vaak mee wandelen. En dat vond ze echt leuk. En dan liep ze ook echt gewoon goed mee. En altijd al die mensen, hoe ze dan keken, echt te grappig. Die hadden altijd echt zoiets, loopt hij nou met de kat? En soms ging ze dan ook gewoon op je schouder zitten. En bleef ze ook gewoon zitten. En dan kon je echt gewoon
een uur met ze gaan wandelen. En dat vond ze helemaal prima. Ik denk als ik het nu doe dat ze er helemaal niks meer aan vindt. Want ik weet niet, het is gewoon gestopt dat, met dat doen. Zin. En ja, ik heb haar ook vanaf 3 weken. En ja, ik heb jou met de fles opgevoed, hè. Echt, het was zo schattig. Moest eens kijken of ik daar nog een foto van heb. Ze was zo verschrikkelijk klein, echt. Ja, ze was verstoten door de moeder, dus ja, normaal ben ik wel van dat beesten niet snel bij hun moeder weggehaald moeten worden. Maar ja, als ze verstoten zijn en niemand voor ze zorgt, is het natuurlijk een heel ander verhaal. Dus met 3 weekjes, ze liep nog niet eens echt. Dus toen heb ik echt nog de eerste week, geloof ik, 1,5 week in een doekje. En dan gewoon vaak in een tas, zeg maar, een tas die dan niet afsloot, meegenomen. En dan moest ik echt flesjes en voeding en alles meenemen. Maar ja, ik kon er overal mee naartoe nemen. Het was echt grappig. En dan lag ze gewoon ergens op de bank of in een doekje op tafel. En ze deed nog niet heel erg veel. Dus, en zo, ja, was het met een tuigje ook gewoon heel logisch. Omdat ze natuurlijk op een hele andere manier dan andere katten meeging. En ik ben ook niet zo van, ja, dan ga je maar al die tijd thuis zitten. Want zij had echt gewoon elke 2 uur voeding nodig ook. Dus toen nam ik overal mee. En toen was ze ook het tuigje heel erg gewend. En ook heel lang, als ze naar de dierenarts gingen, ook gewoon aan een riempje. En dan ging ze gewoon in de auto naast ze zitten. Deed ik wel het riempje voor de zekerheid vast. Dat ze niet opeens rare sprongen door de auto kon maken. Maar dan ging ze gewoon zo mee naar de dierenarts. In plaats van in een zo'n kattenbench. Hè? Ja, we hebben hele avonturen beleefd samen, hè? Wij gaan lekker slapen. Marco is net naar boven gelopen. En ik ga ook mijn bed in. Dus bedankt voor het kijken. Ben je niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat dan hieronder. En dan zie ik je morgen. Doei doei.